Ja, beste kijkbuisvriendjes. Normaal dan opent Hans altijd de uitzending, maar dat durfde nou niet, omdat Gert de bussen op een plekje heeft neergezet. Vuur, sapcentrifuge, erotica. En daar wil Hans niet meer in verbinding worden gebracht. Dus bij deze, welkom, wie gaat op pad naar Stadscafé Blij. Even kijken wie door is. Ja, dat klinkt er ook. Drie pas, aan de hoofd. Verder gaan, helemaal weer opnieuw? Ja. Goedenavond. Dit is voor mij een betere locatie om iets te vertellen als wat mijn vriend Batsen net voorstond. Dat is een beetje penibel. Maar we hebben hier afgesproken met de Atjes van de Hoogheid van de Tonnenzotters. Die werkt namelijk bij Blij. En wij staan bij de Febo en wij gaan haar zometeen even overvallen. En dan weten ze dan verder niks van. Waarom staan we bij de Febo? Daar hebben wij afgesproken met de beide dames, de Atjes. Zullen we maar eens gaan kijken bij Blij? We hebben een afspraakje gemaakt voor Jeremy Raast. Stel je even voor. Ik ben Anouska. 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 Goedenavond, dit is smakelijk allemaal. Er zit glas tussen. Oh, sorry dat dat er open was. Goedenavond. Hoi. We zijn op zoek naar het hoofd van de Anderkerken. Goedenavond. Hi. Welkom. Hi. Welkom bij Sassenom TV. Je was daar even aan het lezen. Ik hoorde net een foto van. Nee, daar gaan we even nu een foto van maken. We gaan eventjes, een paar minuutjes praten, gezellig. Nu was ik hier voorbereid. Nee, dat is ook de bedoeling dat je hier voorbereid bent. Wij wel. Wij hebben. Dan gaan we niet hier praten, hè. We nemen even met een bak koffie. Ik ben een beetje zenuwachtig van. Ben je een beetje zenuwachtig van? Ja. Nou, kom maar. Ik doe hem een schat even maar, goed? Wel, je staat er toch? Nou. Goedenavond, dames. Wij zitten hier bij Blij, zijn we te gast. En Ria die had altijd al eens een keer gewild dat we haar zouden overvallen. Maar ik denk niet dat ze gedacht had dat het hier zou zijn. Of wel? Nou, ik dacht ook niet dat jullie zo gek waren dat jullie 8 trappen op zouden gaan lopen met de camera. Ja, nee. Ook... Als we doen, dan doen we het goed, Ria. Zo is dat. Nou, vertel maar eens even, wie ben jij gewoon in het normale dagelijkse gebeuren? Ja, Ria Kluiver, hè? En ik werk hier in Stadscafé Blij. En woonachtig in Zwolle? Ja, in Zwolle. Stel jij even de dames voor, nou, voor de mensen. Mijn adjudant Sanne, die is mijn dochter. En Anouska, mijn vriendin. En mijn adjudant. En jullie vieren al lang samen carnaval? Of, 2 jaar nu, hè? Dit is het tweede jaar. Ja, en dit jaar. Oké.
En Sanne die viert... Zesde jaar. Je bent begonnen volgens mij als dansmarieke? De jeugdproces. Ja, jeugdproces ben je geweest. Je bent ook de dansmarieke geweest? Ja, daarna. Daarna? En Ria dan? Ben je dansmarieke nog geweest? Nee. Nee? Hoe lang zit je al bij de... Sinds dat Sanne jeugdproces is. Nog maar 6 jaar? Ja, nog maar 6 jaar. En dan nu al een hoogheid van een vereniging? Ja. Wat is de Tonnenzotters? Wat zijn dat voor? Wat is dat voor een vereniging? Groot, klein? Een beetje middelmatig. Ja. Leuke mensen? Ja. Leuke groep hebben we nu. Mooi. Ja, en, gezellige groep. Je zit bij op een hele leuke locatie. Ja. Het is voor de meeste mensen, hoor je wel eens mopperen van, god, ben je alweer naar de bioton? Ja. Het is helemaal buiten Zwolle, maar... Oh. Ach, zo ver is het niet, toch? Zijn jullie geen probleem, nee, of wel? Kom overal. Ja? Ah, ja. Mooi. Maar hoe kom jij nou aan die naam van Henrike? Mijn geboortenaam is Henrike Helena. En van Henrike vond ik wel leuk. Ja, dat is een keer weer wat anders, ja, hè? Ja. Ja. En overdag huismoeder en s'avonds bijblij. Bijblij en... ja, blij. Blij. Ja, blij bij blij. Ja, blij. Ja, leuk. Snel zeggen. Ja. Ja, 32 uur in de week. 32 uur in de week? Ja, 3 avonden en 2 dagen overdag. En ik hoor het een beetje regelen met Mark. Want Mark Kopraal is natuurlijk de eigenaar hiervan. Ja, maar ik hoor toch een beetje regelen om vrij te zijn met de carnaval? In het weekend werk ik niet, dus dan meestal is het carnaval in het weekend. Oké, dus het weekend ben je sowieso vrij. Ja. Maar ja, goed, we beginnen op vrijdagavond natuurlijk aan de overkant. Ja, dat is waar. Maar dan ben ik al vrij. Oh, dan ben je al vrij. Dan heb ik en dan maandag, dinsdag? Ben ik ook vrij. Oh, dus kijk al. Dus, dat is geen ding. We hebben alle oogheden en we... Alles is geregeld. Alles is geregeld. Ik vind... maar dan mogen we eigenlijk best wel even zeggen. Ik vind dat je dan wel een beetje zenuwachtig bent. Klopt dat? Nee hoor. Een beetje gespannen. Jawel. Die overviel me zo. Ja, maar dat is nou juist het mooiste van een, ja, hè, van een klein interviewtje. Ja. Een overvalletje. Zenuwen mogen erbij, toch? Ja, maar ik denk niet dat ze echt zenuwachtig is, maar een beetje gespannen. Ja. Ja, een beetje gezonde spanning. Want ik zag dat ze net in de keuken stond, wou ze net een foto maken van de carnavalskrant. Ja, die wou net in de Prinsen-app zetten. Ik heb hem niet... Oh, jullie hebben een Prinsen-app? Ja. Met alle hoogheden en er zitten de adjudanten ook bij. Ja. Oh, dat is wel leuk. Ja, heel veel. Ik denk, dan maak ik de foto onder de afwasmachine. Ik denk, nou, dan weet ik precies dat hij van mij afkomt. Ja, ja, dat was. Maar dat moet je straks nog maar even doen, denk ik dan. Maar dus, jullie zitten allemaal in die groeps van de Prinsen-app. En heel veel communiceren, heel veel dom lullen natuurlijk. Ook, maar ook heel veel toch wel gezelligheid op bespreken. Of mensen nog ergens heen gaan. After party op de WhatsApp. After party op de WhatsApp inderdaad. Dat is altijd leuk. Ja. Oh, dus kijk, wat, nu moet je een beetje serieus wezen. Want daar zijn wij natuurlijk ook altijd. Ja. Ja, toch? Ja, nee, want... Ik heb niet alleen maar serieuze filmpjes van je gezien, toch, Hans? Jawel, het is altijd vraaggesprekken en interviews zijn altijd een beetje serieus, ja, toch? Ja, dat is wel. Ja, hè? Ja, dat is wel zin. Wat gaan jullie nog verder doen met de carnaval? Veel. Ik vraag het toch? Ja, veel, ja. Ik hoor het alweer. We hebben vrijdagavond 1, zaterdag hebben we er 2. Zondag hebben we 3 activiteiten. 3 activiteiten? De kindermiddag in de Mierton. We hebben straks de kindermiddag natuurlijk met de carnaval zelf. De seniorencarnaval op de hoog, gehandicapte carnaval op de hoog. Maar we beginnen vrijdagavond? Ja. Waar beginnen jullie dan vrijdagavond? In de Bierton, door Prinses Ivy. Wat hebben jullie dan? Een receptie van Prinses Ivy. Oh ja, dat is van de peperbusjes. Ja. Ja. Dus dan zaterdagmiddag dan heb je een receptie. Van de Gleubenschoevers. Gleubenschoevers. Ja. Van Prins Kokkie. Van Prins Kokkie. Ja, had je dan Peppy, of niet? Zaterdagavond, nee, Bonkie en Spijker. Oh, Bonkie en Spijker, ja. En zaterdagavond gaan we naar Lelystad, naar de Oostvaders. Ja. Dus nou, dan zoek je het ook nog een eind weg ook nog. Ja. En met de bus? Nee, we gaan met eigen auto's. Met eigen auto's. Ja. We kunnen er zelf in gaan wanneer we willen. Dat is ook waar. Ja. Ik heb ook waarschijnlijk weer eerst verdwaald, net als afgelopen jaar. Oh, dat kunnen we. En dan krijgen we zondag. Wat gaan jullie zondag allemaal doen? Is Radio 11. Oh ja, eerst hierheen, Radio 11. Want dat is hier? Ja, hierboven bij de bovenzaal.
Oké, okay, ja, als het goed is dan... dan hadden we eigenlijk die overval dan ook wel kunnen doen, want als het goed is zitten wij er dan ook. Oh, dat weet ik niet of jullie er dan zijn. Ja, gewoon, wij komen overal. Ja, dat dus dan komen we zondagmiddag ook maar gewoon meer gezellig aanschuiven. Ja, doen we het gewoon nog een keer over. Ja, nee, we doen het niet over. Nee, we doen het niet over. Maar, je hebt net verteld van... jullie vieren altijd dan met z'n drieën carnaval. Ja. En dan ben je straks bij Prinses af. Ja. En dan? Dan ga ik gewoon door, maar dan weer in de Raad van Elf. En dan weer in de Raad van Elf. En ja. Dan blijven jullie... Ga jij ook naar de Raad van Elf? Nee, ik niet. Nee, jij niet? Nee. En... Ik zit in de Raad van Elf. Jij zit al in de Raad van Elf. En jij stopt na dit jaar? Of? Nee, dat niet. Nee, je blijft dan wel bij de gezellig carnaval vieren. Met de, je valt nu nog bij de tonnenzotters. Ja. Valt je nog onder de jeugd? Ja. En je bent toch al 18? Ja. Nee, ik ben 17. Maar die zeggen, want je zit nou in een café, hè? eens even kijken. Dan hebben we een druk programma dit weekend. En dan krijgen we volgend weekend. Wat ga je dan doen, Ria? Ja, dan zitten we het weekend van de 30ste. Dan hebben we... Kapellenfestival in de Beatles. Oh ja, Kapellenfestival en de Kniedenbeltes. Seniorencarnaval is zaterdagavond. Ja, dat is van de Eilingen, dat is niet van ons, hè? Nee, maar meestal gingen we daar... Vorig jaar zijn we er wel geweest, laat ik het zo hebben. Ik weet niet of dat... Daar komen de ouderen, hè? De ouderen. Ja. De senioren onder ons, die komen daar. Ja. Ja, ik denk dat wij er ook wel eventjes zullen wezen, als senior zijnde. Dan, Ik weet niet, maar is het de 30ste ook toevallig dat wij nog naar de... van de Frion en de Zandhoven moeten? Dat is donderdag. Nee, dat is donderdag. Dat is donderdag. Oké. Okay. Dat is een bejaarde. Zandhoven is bij bejaarden en de Frion is verstandelijk beperkte mensen. Oh, dat is leuk. Ja, dat is altijd leuk om te doen, toch? En dan hebben we natuurlijk nog vrijdagsmiddags van de Octopus. Ja, dat is de carnavalsvrijdag. Ja, dan gaan meestal de meeste carnavalsverenigingen die bezoeken dan een school. Ja. En dan vier uur samen met de school een beetje carnaval. Die komen dan naar het Bierzon toe. Ja, wij hebben dit jaar weer, als ik het goed heb, hebben we dit jaar weer samen met de jeugdstadsprins. Ja. Ja, want die komt van de school toch? Want die zit op, die zit op die school, ja. Nou, dat is leuk. Ja. En hoe bevalt het met de prinsen onderling? Is dat, en de adjutanten? Is dat een hele leuke groep? Dat is gezellig. Ja. Wel veel vrouwen? Ja. Nou, alleen maar leuk, toch? Ja. Ja, ik vind het sowieso altijd gezellig, maar ik ken met allerlei soorten mensen wel door een deur. Dus de problemen... Kijk, het is voor ons natuurlijk helemaal leuk, want overal waar je komt, dan wordt begroet en je begroet iemand. En het is alleen maar zoenen. Ja, dat doet mijn kerels doet dat niet. Ja, misschien met kinderen nu wel. Maar ook normaal gesproken, ja, jullie. Wij wel. Ah, jullie wel, jullie... Maar ik ga nog niet uitgebreid een kerel staan te kussen. Niet? Nee, ik heb wel een vriend. Ik heb er wel meer. Daar zit hij. Sebastiaan. Dan moet ik kant op, toch? Dat is mijn grote vriend. Dat is, hij zit nou op te nemen. En Gert, dat is onze grote cameraman. De initiator van het hele gebeuren. Ja. Die maakt al die mooie filmpjes aan elkaar. Ja, daarom hebben wij ook zoveel volgers. Ja, het is mooi. Het is leuk, we hadden laatst al iets van gemiddelde films bijna 3000 keer bekeken. Wat hadden we gehad? 8000 kijkers? 8000 kijkers in totaal. Maar ik kijk ook elke keer nog trouw. Ik heb gisteren van mezelf even bekeken. Nou, ik denk dat we, als we nu deze op gaan uitzenden... Ja. Je lult de mensen de oren van de kop, eerlijk waar. Nou. Dat wordt straks, dat wordt straks valt, wat. Die mond valt van oom. Ja, hè? Ja. Ik zie Sanne al iedere keer kijken van, nou, moeder. Die kletst er al af. Ja. Het gaat steeds beter. Het lachen is alweer meer ontspannen. Maar wil je nog wat toevoegen? Of ik nog wat toevoegen? Ja, aan dit interviewtje. Nou, dat iedereen een fijn carnaval wens. Dat. Iedereen een fijn carnaval. Ja, maar dat doen we sowieso. Of iedereen viert dat wel. Ja, en ik denk van, die vertelt spontaan nog wat... Over de kindercarnaval. Ja, je kan het nou doen. Ja, ik denk wel. We hebben het toch al over gehad. Ik vind wel even dat je best ook al mag vertellen... omdat je zelf ook lid bent van de wagenbouwcommissie. Dat ben ik nou. Nou, hier, kijk al. Nou. De wagenbouw.
Ja. Dat zijn er ook maar weinig. Wat gaan we dit jaar doen? Mag je daar al iets over uitweiden? Nee, daar vertellen we nog niks over. Daar vertel je nog niks over? Nee, daar vertellen we nog niks over. Maar je komt nu met een expliciet mooie wagen? Ik ben natuurlijk een klein beetje opgekomen, want ik ben voorzitter van de jury. Dit jaar. Waarom de eerste prijs ben. Oh, dat wist ik nog niet. Nou, dan moet dat eventjes, goed... We gaan er wel van. Ja. Ja, want we zetten, Gert zet alles op de film. Ja. En dan zitten we later alles terug te kijken van, is dat echt een prijswinnaar? En dan daarvan gaan we de punten geven. Ja. Dus als je zegt van... We gaan elk jaar voor de eerste prijs. Dus maar je redt het nooit. Ik krijg het alleen niet altijd. Nee. Nou, eens even kijken. Ja, normaal gesproken vragen we ook altijd een rondleiding. Maar ja, dat lijkt me nou niet iets dat we zeggen van, doe maar rondleidingen, ben blij, hè? Ja, moet je Angelique vragen? Nee, joh, maar gek, een geintje. Nee, want ik zag er alweer kijken. Van, oh jee, wat krijgen we nou? De schrik was alweer aanwezig. Ja, nee, ik zou je niet langer... ik zou je uit je lijden verlossen, laat ik zo zeggen. Maar je vond het toch wel leuk, of niet? Jawel. Ja? Ja. Ja, jullie overvielen me wel, hoor. Ja, maar dat is het mooiste. Ja. Ja, goede oefening van spreken voor mensen. We draaien er een puntje aan. Want we hadden maar een kwartiertje, want je moet weer aan het werk. Het is rustig. Het is rustig. Ja, Angelique staat nog niet te kijken van waar blijft ze. Dus, hey, maar ik vond het leuk. Hoe hebben jullie dat stilgehouden trouwens? Nog heel eventjes. Hè? Hoe hebben jullie dat stilgehouden? Voor Ria? Ja, voor Ria. Gewoon helemaal niks gezegd? Nou, het was moeilijk, maar het was wel leuk. Ik was veel te druk met de kinderen. Oké, nou dat is dan weer leuk. Ria, bedankt. Ik wens je een heel fijn carnaval. Ja, en dan een prettige avond. Jullie ook een heel fijn carnaval. En we gaan elkaar vast weer tegenkomen. Wel meerdere keren, denk ik. Ja? Nou, dan sluiten we hem af. Goed. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, het was een leuke repetitie. Nou gaan we denken. Ja. Dat was voor Ria, hè? Nou, vriend Bassen. Ja, Hans. Dat was een vlot gesprekje. Ria die was nog niet erg los. Maar goed, ze was blij, zei ze. Daarom. Dus het zit er weer op. Wie gewoon maar weer. Ja? Want de parkeermeter loopt af. Ja, over 5 minuten. Nou. Nou. Hoi. Hoi.